Hey kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik terug samen met Joran van Minecraft Skyblock. En ja, dit is volgens mij episode 29. En nu ben ik er klaar mee. Fucking shaders. Gewoon als ik begin te praten, krijg ik lag. Even kijken. Nou, ik probeer nog even. Dan is het niet dat dat zeg was. ik dus. Ja, maar zo net lagde ik niet. Toen ik wel aan het opnemen was, maar toen niet aan het praten. Dus fuck die shaders. Nou, dan hebben we vandaag dus geen shaders. Maar goed, ja, daar waren wij de afgelopen paar dagen mee bezig. Want wel, de laatste paar Skyblock episodes hadden we al ver van tevoren opgenomen. Dus ja, we hebben de oude mob, we hebben de treeform gemaakt. Daar gaan we nog mee verder. En we hebben nu dit schatje gemaakt. Die zit ongeveer 50 stacks met cobble in. Nee hoor, echt gewoon enorm veel. Ja, er vallen dus mobs vandaar zo. Dania, dus ja. En wel, dan loop je erheen, zo, duur. Nou, ik wil even wat supplies hebben. Oh, kijk, ik zat licht voor het oprapen, dus ja, echt super handig. Bones en shit. Je kunt hier gewoon staan, zo. En dan kun je gewoon een boek gaan lezen, of zo, of naar de toilet. En dan, ja, dan pak je ze gewoon. En ik ben net geraakt door een creeper die naar beneden flikkerde. Oké, okay, wat is niet leuk. Ja, dat was vet. Dus als ze naar beneden vallen, dan krijg je pijn soms, of hurt. Niet altijd. Heel soms. Dat is wel fijn. Oh god, dan kan ik weer zelfmoord gepleegd, want ik heb geen hartjes meer. Of nou, hammetjes of zoiets. Dus ja, maar goed. Ik weet niet wat Jora voor plan is. Verder met zijn farm, denk ik. Daar ga ik zo even in, nadat ik zelfmoord heb gepleegd. We hebben een grotere chest nodig. Kijk dan, jongens. Je hoeft geen zelfmoord meer te plegen. Ik heb heel wat weed in de chest gedaan. Oh, geweldig. Oh god, we kunnen we eindelijk nu gaan eten. Ik ga meloen eten. Of nou, dat is een beetje te erg. Nu best wel goed farmen. Dat komt ook omdat ik nu door die mob farm van jullie heb ik nu zoveel bones dat ik gewoon echt dit ding zo'n beetje aan het volspammen ben met bone meal. Yeah, achievement get, making bread. Hey Joran, hoe staat het met de achievements eigenlijk? Nou, ik weet niet, we hebben al best wel wat afgemaakt. Ja, de afgelopen tijd wel, ja. Ik tel wel of na 1, 2, 3, 4. Nou, ik ga dus vandaag verder met 19, de shizzle hier. 11, 12. En nog 2 halve, dus 12,5 van de. Nee, wacht, dat klopt niet eens. Ik kan het heel moeilijk tellen, omdat het zo dicht op elkaar staat. In ieder geval, we hebben nog niet de helft af. Ik denk net 1/4, zullen we zeggen. Oh, oké, okay, ja, natuurlijk al die gold dingen. Want we moeten gold gaan maken, dus om, ja, daar hebben we ja, nodig. Dus nadat we een huis hebben gemaakt, gaan we, zeg maar, bezig met verder. Gaan we echt ons alleen maar richten op achievements en zo. We gaan ook nog even een mooie tree van maken, maar dat hebben we nu niet nodig, want we hebben ongeveer nog een stack met locks. Dus want ja, we hebben gewoon eigenlijk de achievements gehaald, gewoon terwijl we bezig waren. Dat heb ja, ik al dus ja, wat dat betreft. Nou, eens even kijken, hoe groot gaan we dat hele huisgeval maken? Even kijken, gaan we van wood doen, dus. Even kijken, wood. Fancy wood. Something? Al het wood is bijna op, what the fuck. Ja, dat komt omdat ik er ook nog wel wat van heb gebruikt. Lolcats. Oké. Oké, dood. Hakedo. Hoe je dat zegt. Hakedo. Ja. Hebben we nog een axe toevallig of niet? Ik heb hier alleen een wooden axe, dus. Oké, okay, nee, ja. Oh, en ik denk dat we nog we wel hebben zo verdomd veel cobblestone. Even kijken, oké. Charcoal. Dat hebben we nog allemaal overgehouden. Joran, jullie zou jij wat wood kunnen gaan kappen? We hebben nu een tekort aan wood in één keer. Ja, dat komt omdat jullie daarvan best wat hebben gebruikt. En ik ook zelf, hè. Nou, A-cap, daar ga ik wel bezig. Ik ga over een paar seconden bezig daarmee. Maar ik wil eerst eventjes een complete wheat field vol hebben. Ja, oké, okay, ja. Ik vind het wel jammer dat ik geen shaders meer kan gebruiken. Nou ja, whatever. Dan kan ik mijn render dus ook weer op far zetten. Even kijken, video settings. Oh, goddammit. Normal. Far, oké, okay, zo. Ik vind shaders wel mooi, maar ik vind denk ik dit toch nog wat gaaf. Dus ja, soms shaders, soms ook weer niet. Even kijken, zo. Ja, die endermens die tp'en naar ons toe in principe. Omdat we als ze flikkeren dan, ja, dan tp'en ze weg, kennelijk. Nee, even kijken zo. Doen ze graag. Ja, die mongols zijn aan het zagen hoor. Ik zat zo, gewoon op een keer in mijn huis gewoon eventjes te strippen in Minecraft. En toen vervolgens, ja, toen kwam er opeens een enderman aan. Die had zoiets van, I'm gonna watch you. Even kijken, ik kan hem eraf slaan, maar dat doe ik me niet. Want dan ben ik dood en dan heb ik geen zin in. Die deurtjes, oké. Okay. Zo, die farm die is helemaal vol. Oké, okay, nou, dan kun je even wood gaan halen in principe. Ik wil graag lily pads. Dus lily pads, die hebben we niet in Skyblock, Joran. Nee, dat vind ik. Maar dus je wilt ze wel. Ja, ik wil ze wel. Goh. Nu dan pas achter. Dan moeten we eerst naar de echte wereld. Goh.
Nu moet ik nadenken. Ah, Wat lolcats, kan? hier zit er. Ah, ja. Dan Cool. storen we dat ervan. Storen we dat daarin. Nou, de hele farm zit nu vol. Ik ga het Oké. binnenkort overdekken. Nice, nice, nice. Zodra we wat meer supplies hebben, zo dit hierin. Heb ik wat kobbel nodig en wat. Ik heb wat hout nodig voor sticks. 1, 2, 3. Heb je misschien twee sticks voor mij? Ja, ik heb hier sticks. Kijk, ik snel even te denken waar zullen we die trap gaan maken, want ik wil eigenlijk wel iets van een trap of zo. Wacht, dat kunnen we hier wel doen, denk ik. Dan kunnen we het alsnog even maken. Even kijken. Oké, doet. Oké, doe. Kijk, nou dat is dan in principe even. Maar die Tim, die begrijp ik niet. Zijn favoriete wapen is een bijl. Oké, deels begrijp Ja, ik wel. Chewbacca-achtig. In Tekkit was mijn favoriete wapen ook de Battle Axe. Vooral de Ruby Battle Axe. Kijk, we gaan een groot Want huis bouwen, dus het wordt een lekkere groot. grote trap, dus ja. En zo, ik kom weer met een shitload aan spullen aan. Van mobs. Oh mijn god. Ik Oh ga even een shit. grote tree farm Wie maken, want heeft dat er kunnen we wel geen doen. saplings teruggeplaatst? Dan is het toch best wel moeilijk om weer hout. Ja, mijn excuus. Goddammit, Ik ga je wel Ronald. even helpen om een grotere platform voor die bomen te maken, ja. Ja, nou, ik heb eerst dirt nodig om dat te kunnen doen, dus. Nou, dan moet je maar wat dirt gaan halen. Zijn in principe wel genoeg. Dit is in Ja, principe wel genoeg ik dirt, hè? haal eerst eventjes alle mobspul weer op. Ja, we hebben nog niet genoeg mobsoil, dus ja. Nee, het hoeft niet. Hey, De hele we quest kunnen is toch. bedden gaan maken. Hoe Voor wil je aan boord? vannacht. Oh ja. Eén slapen. Weet al wat je wil. Neem Ik maak. even ook een pickhoewheel mee, want we hebben hier een soort van kabelsituatie. Ja, ik pak al. Ik zoek ook naar de pickup. Eerst zoek ik. Ja, de dirt. En dan maak ik zo wat wol. En maar gewoon Oké. echt die mob spawnen, omdat we op die difficulty nu zitten. Komt gewoon die mob spawnen helemaal vol. Ja. Ja, dit snap ik niet. Wacht eens even. Dat Zo. ligt er allemaal. Alles. Oh, nu snap ik het. Hey, Enderman! Die kerel pakt gewoon de deur met de fucking sapling. Denkt hij wel niet, hey, die mongool? Heeft hij jouw sapling gestolen? Nee, maar dat wou hij wel. Ja, die Endermans die zijn echt irritant. Verschrikkelijk. Blijf met je poot van mijn sapling af. Ik wil jou zo graag van de rand. Ik sla jou van de rand af, je motherfucker! Ronald, niet zoveel schelden. Nou is die pisser, maar niet op mij. Oké, lol. Op wie is die dan pissig? Zeker op Geen mij, hè? idee, volgens mij lag ik weer. Holy shit, disconnect. Hij is boos op mij. Als ik weer join, is hij dan nog boos op mij? Hij heeft dirt in zijn handen, Nee, dan goddammit. is hij niet meer boos op mij. Lololololol. Ja, oh, die Hij komt. motherfucker heeft dirt in zijn handen, hé. Dat is Iri. Oh, ik moet niet meer schelden, hè. Sorry. Dat is wel mooi poep dat hij dus dirt vast heeft. Ja, dat is onze dirt. Onze dirt. Dat zeg ik ook, onze dirt. Nou, we hebben hier in principe wel genoeg dirt, maar whatever. Het is wel Nou, dat finished. was het laatste dirt wat ik jou zojuist gaf, hè? Ja. Want Ja, de maar rest we hebben voor de tree farm en voor de wheat farm hebben we genoeg dirt. We kunnen wel wat missen. is. Zo, ik heb 14 blokken wol gemaakt. Oké, ik heb nog steeds 6. We zitten in principe wel gebakken met dirt. Maar ja, we willen ook iets voor animals doen, of niet? Voedsel, dat Staat er is. iets met animals op de goal of zo? Pork chops of beef of zo? Ik kijk wel Of even. bookshelves of 10 iets? brood, dat is klaar. Dat hebben we ook al gedaan, dus Ja, dat maar zoek ik even uit. hebben we iets van bookshelves of zo? Want dat is ook zoiets. Ja, bookcases, dan moeten we de 10 Godverdorie, dus we hebben ook maken. nog dirt nodig voor die geile mobs. Oeps. Beeldafsluit Ik moet gewoon echt mensen 12. schelden, mijn excuus, jongens. Die hebben we af. Craft a furnace hebben we af. Make small lake. Nee, bricks moeten we nog hebben. Twee bedden, dus gaan we straks nog eens. Een wheat farm. Vee, die hebben we af. Reed slash sugarcane farm hebben we af.
Pumpkin Farm. Opeens komen er heel veel achievements bij. Lolcats. Oh mijn god. Er komen opeens zoveel dingen bij nu. Oké. Okay. Jack-o'-lanterns, daar ga ik zo mee bezig. Pinkwool, 20 paintings. 10 fish. We moeten vissen. Dat hebben we ook zo af, denk ik. Glass panes, birch logs. Nether portal, die hebben we. Fences, die. God ik wil deze Enderman Harry. Harry de Enderman. Harry de Enderman, inderdaad, ja. Oh, vuur. God, door mij komen er op zoveel dingen bij. Ten signs, die hebben we. 20 letters, daar hebben we er 3 van. Oké, okay, ik ben heel veel naar alles aan het kijken hoor. Yes, nou, dat was ongeveer alles. Man, die reed wil maar niet groeien. Ja, nee, dat doet het soms. Dan weigert het zo van, ja, YOLO swag, ik ga lekker niet groeien, fuck jou. Hé, hey, nog een extra sapling, kan ik hier mooi planten ofzo. Nou, ik maak het even af en dan sluit ik de episode af en dan gaan we in de volgende episode denk ik dit fatsoenlijk maken. Ik ga nog wel extra voet kappen en zo, zodat we in ieder geval ook bezig kunnen met het huis. Maar ja, ik wil even een beetje de tree farm klaar hebben, dus. Kijk, 1, 2, 3. Oké, er moet er dus nog 1 bij. Oké. Okay. Zo. Maar ja, jongens, laat even achter of wij het goed doen met Skyblock en zo. Volgens mij doen wij het wel redelijk. En als we het niet goed doen en jullie zeggen dat we het niet goed doen, dan boeit het tot ons toch, ja, denk ik. Ja, maar goed jongens, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ik ga nog even snel langs de mob farm. En dan sluit ik daarbij Joran af. Even kijken hoeveel zorg zou er al... Je sluit mij af. Hoe wil je mij afsluiten? Nee, dan sluit ik bij jou af. Holy shit, man. Al die mobs, sorry. Nou, ik ja, heb ik weer 3... Het. Dit is gewoon te OP. Hi, Harry. Zo wat Harry? Gillespies. Nee, het is Harry niet. Oh mijn god, hoeveel Endermen staan hier nu al niet? Oh god. Nou, zo. Ik plaats alvast zelf een pumpkin op mijn hoofd. Voor alle veiligheid. Oké, okay, wil ik ook doen. Ja, ik heb nog. Ik ga nu eerst 10 snow golems maken. Nou, in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Allemaal. Tot de volgende keer. We gaan gewoon vanaf nu gewoon verder met dingen waar wij gewoon zin in hebben. We hebben niet meer echt een plan. We gaan gewoon zo van. YOLO spec, vandaag hebben we hier gestanden, dus gaan wij dat doen. Dus ja, dus ja tot de volgende keer. Shit. Bedankt voor het kijken, allemaal. We hebben Harry, Klaas en Pieter de Endermannen. Dus ja, ik vind ze wel schattig hier bij ons. Dus ja, zo voelen wij ons. Je wacht even voordat je het filmpje afsluit. Ja. Daar hebben we je oma. En kijk, hij gaat vuren. Hij gaat vuren, pas op. Ons verdedigingssysteem, dat is wel handig. Yeah. Maar goed jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En wel, Joran mag al de proef van die dingen opruimen. Ik doe het niet. Dus ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken nogmaals. En ja, later mensen.